Lekkere wijfie. Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Kijk eens hier. Kijk eens hier, dan is het makkelijk. Nu niet. Dat ik je film zeker, hè? Doe je het nou niet? Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 26 juni 2021. En zoals je wellicht dus kan zien, loop ik lekker met Lady. En wat ik allemaal ga doen vandaag, geen idee. Ik loop alleen met Lady. Rozo met de twee zusjes, die blijft ook voorlopig bij Ro en de twee zusjes. Maar voor de rest wens ik jullie heel veel kijkplezier bij deze. Ja, maar ze mogen wel lang voor mij. Gewoon, ja, maar lange lijn. En als ze helemaal uit zijn gelopen, hij is gewoon weer op rustige manier weer terug. Nee, 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 easy, easy, Ro. Laat ze eerst gewoon helemaal uitlopen. Hoef niet gelijk op en op die slot te gaan knallen. Ga zitten. Heb ik wat voor jou? Heb ik wat voor jou? Heb ik wat voor jou dan? Heb ik wat voor jou dan? Zo. Lekker, hè? Dat is lekker, hè, wijfie? Oeh. Alsjeblieft, schatje. Lekkere wijfie. Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Kijk eens hier. Kijk eens. Dat is lekker, hè? Kijk eens. Ja, alsjeblieft. Ja, lieve mensen. Zoals jullie zien heb ik even heel wat gehuild. Want ik voel me gewoon even alleen. En niemand om me heen. Normaal weten jullie dan, is Ro altijd om me heen. En, maar nu helemaal niet. Dus ik heb ook even net een beetje, woorden wil ik niet zeggen, maar een meningsverschil met Ro gehad. En nou neemt Ro dus niet meer op, want hij is nu naar de winkel en hij heeft zijn telefoon thuis gelaten. Dus ook handig nat. Dus, normaal dan zegt hij altijd, niet zeg maar, normaal neemt hij altijd zijn telefoon mee. Dus laat hem maar even, maar ik voel me gewoon kut even. Maar ik heb wel dan met Lady gelopen, dat wel. Ik heb mama nu even weer aan de telefoon. Maar ja, weet je, normaal dan gaan we altijd overal naartoe. En nu kan je gewoon niks. Nou mag je niks. Ik mag eigenlijk Lady niet uitlaten, dus ik mag al blij zijn, dat weet ik wel, maar alleen maar thuis zitten, niks doen en weet je, en snel moe zijn. Ja, dat breekt je ook mentaal op, omdat je gewoon altijd wel je dingen wil opruimen. Zoals hier ook in mijn woning. Ik wil het wel, maar ik heb mijn energie er gewoon niet voor. Ik heb Lady uitgelaten en ik ben gewoon moe. Ik ben back off, maar ik wil niet slapen. En ik ben ook niet moe om te kunnen en te hoeven slapen. Maar ik ben wel gewoon, moe. Gewoon, mijn lichaam is moe. Dus ja, echt veel komt er niet echt van. Maar oké. Kan ook wel weer gebeuren. Ik hoop dat dat snel overgaat. Maar wat ik hoor,
dan heb ik daar dus nog wel even last van. Dus we gaan het meemaken. En ik hoop gewoon heel snel en dat mijn geur en smaak en alles weer terug is. En dat ik wat minder misselijk ben. Dus we gaan het allemaal meemaken. En ik hou jullie sowieso op de hoogte. Want ook dit hoort er gewoon ook bij dat ik gewoon even aan het huilen ben. Dat mag ook wel gezien worden. Dus ja, ik ga eventjes weer met mama bellen. Want Jan van Am is ook daar. En straks komt Mario en Marianne ook. Dus ben ik ook wel gezellig weer een beetje van de partij. Dus ja. En ik laat het wel weer weten of het wel weer oké is met Ro en mij. En dat komt toch wel weer goed. Ja, lieve mensen. Ja, ik heb niet echt zo'n leuke mededeling. Het is hem echt een beetje de watten. Ja, moet ik het zeggen? In de watten. Ja, ik zeg het fout eigenlijk, maar oké. Roderick is dus ook nu besmet. Hoe? Weten we niet? Geen idee. Misschien heb ik hem besmet. Ik hoop het niet. Maar ja, we zullen het zien. Hij mag dus nu ook in 5 dagen in quarantaine. Die houdt hij zich nu ook heel mooi aan. Dus ja. Dus, alleen ja, de hondjes moeten ook uit. Dus ja. En ik ben dus nu ook gelijk aan het lopen met Lady. Ja, niet nu, want het regent. Ja, en Roderick, zijn vader is jarig vandaag. Dus pa, als je dit nog ziet, later weet ik veel wanneer. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, precies dat. Ja, nou. Ik ben er weer eventjes, maar weer even. Hè? En Speedy die vraagt ook even aandacht. Ja, mauw, ja. Dat is zo. Maar ik zei dus net 2 of 3 keer aan toe, watten. Maar nee, geen watten. Maar de huizen, staalman van de werf, die zit gewoon lekker in de lappenmand. Ja. Ja, ik heb nog corona. En Rodi heeft corona. Dus ja. Maar zie ik hem nog langer niet. Nee. Maar dan kunnen we wel kijken hoe goed we van elkaar houden. Ja, dit en is een ultieme relatietest. Echt waar. Dit is echt de ultieme relatietest. Mocht je niet samenwonen, dan is dit echt de ultieme relatietest. Echt waar. Maar ik zal het niemand en niemand aanbevelen. Nee, maar ja, eenmaal. We wonen zo, jammer dan. Hè? Shit happens. Maar ja, nu kan hij wel gewoon in quarantaine en ik nog steeds ook. Het is niet anders. Nee. Zo, en toen? Zeg maar, vrouwtje, je hebt daar wat lekkers liggen. Wil je deze hebben dan? Oeh, zachtjes, hè? Alsjeblieft, schatje. Alsjeblieft, wijfie. Alsjeblieft. Hé? Wie zie jij? Dan is dat Mankanelis. Nu niet? Dat ik je film zeker, hè? Doe je het nou niet? Daar ligt Draak. Hé? Hé? Nu niet? Nou. Je ligt er ook lekker povenzand bij ook, hè? Ja. Moet je nou niet eens reageren? Nee? Oké, jammer dan. Denk ik ga je filmen omdat je net zo aan het brr was. Brr. Nee, dat doen we nu niet, nee. Nee. Prr.
Lekker hè. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.